Het is nu 35 jaar geleden dat u bent begonnen met het opzetten van deze zoos in de Goorzemaart. Waarom bent u destijds begonnen? Wat zegt u? Waarom bent u hier destijds mee begonnen? Omdat in deze wijk helemaal niks te doen was. En hebben mevrouw en Perk de beentjes bij elkaar gegooid en gezegd: wij willen eens wat doen in de Goorzemaart. En we beginnen eens met de ouderen. Vanaf 50 plus, want dat zijn ze al oud, noemen ze. Dus vandaar zijn wij begonnen en het loopt als een lier. En nog steeds. Elke donderdagmiddag hebben we hier het gezellig druk. Er zijn meestal 40 tot 45 personen. En het loopt nou fantastisch. En we hopen dat we nog heel wat jaren verder kunnen gaan. En allemaal leuk. Elke week hebben we een bingo. We zijn begonnen met sjoelen en kaarten. Maar dat wou natuurlijk niet verder. Nee, bingo, dat was het. Nou, en dat doen we nog steeds. Ik heb 45 jaar op de Goorzemaart gewoond. Nou, helaas niet meer. Maar het trekt mij nog elke week hoor, de Goorzemaart. En vooral de ouderen. Ons gebouw is helemaal vernieuwd. Helemaal aangepast voor ouderen. Met toiletten en alles, noem maar op. Het ziet er hier prima uit. Dus ik zou zeggen mensen, als je je donderdagsmiddags verveelt, ga naar de Goorzemaart. En mijn dochter die heeft natuurlijk alles van mij overgenomen. Dat is dus mijn rechterhand. En daar ben ik heel blij mee. En die gaat het steeds verder. Als ik niet meer kan, doet zij het steeds door. Ja, want u bent niet meer de jongste, hè? Nee, dat ben ik niet meer. Maar oh, ik voel me nog niet zo, hoor. Uw dochter die gaat het voortzetten, zegt ze. En ja, u bent ook al heel lang bij dit project betrokken? Ja. Ik ben begonnen hier met koersbal in het verleden. En dat is van de koersbal is dat overgegaan op de clubs, middags. Ja, en dan langzamerhand aan de... Ik woon zelf in Wierden, dus ik kom elke week naar Almelo toe. Ja, dat is heel leuk. Ja. Dank je wel. Bedankt. Zakjes. Heb je een breed beeld? Waar zijn de kinderen nu mee bezig? Nou, we hebben in de herfstvakantie een aantal workshops georganiseerd. En vanmiddag is de laatste en dat is de workshop met een robot spelen, de Cosmo-robot. En dat is bedoeld om ze kennis te laten maken met programmeren, wat je allemaal met robots kunt doen. Hoe komt de bibliotheek aan dit materiaal? Nou, wij zijn niet de enige die dit organiseren. In Almelo doet het Stadsmuseum ook mee. En verder in Twente ook een aantal bibliotheken waar ook in deze vakantie dus workshops plaatsvinden. En het materiaal komt allemaal van de instelling TETEM uit Enschede. Die hebben al dat materiaal en die gebruiken het bijvoorbeeld om workshops te geven op scholen. En in vakantieperiodes dan hebben ze dat materiaal niet nodig. En toen, daardoor kunnen wij het gebruiken. 3, 2, 1, go! Doe het dan eens af! Mark gaat vol! Nee, maar nog een finish! Ja, mijn is gaat over! Ja. Oh, je staat op de verkeerde plek. Ik kan een beetje heel snel. Dat waren kleintjes, hè? En voor ons is dat een ideale manier om eens te kijken wat je daar allemaal mee kunt. Met die nieuwe vaardigheden, de 21e eeuwse vaardigheden zoals dat heet. Hè, we groeien allemaal op met allerlei technische ontwikkelingen. En ja, het is belangrijk dat kinderen daar ook mee leren omgaan. Maar gewoon eens sneller! Maar... Ja, die veert is al leerloos. Dat is niet strikken. Nee, ja, dit is spannend. Ja, we gaan zo even strikken. Want als val je... Doe even een dubbele strik. Het is maar achter. En nu... Hallo jullie! Lekker! Ja, dat is toch lekker rood-groen. Nee, niet erop zitten. Rood, jij kan tegen rood. Hoe doen de kinderen het? Nou, heel leuk. Ze ontdekken steeds meer. Ze ontdekken ook dingen die ik dan nog helemaal niet weet. En dat is ook het leuke, hè, van je speelt en je ontdekt wat hij allemaal kan. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden aan. Leuk en leerzaam. wat u hier ziet in dit winkeltje is eigenlijk de sfeer van de jaren 30. In de tijd van de crisis. En in die crisistijd, dat is wel heel leuk, was het nou ook niet bepaald dat je kunt zeggen dat het allemaal zo geweldig ging. Had je een beetje, was je op leeftijd, dan kon je zelf zo'n winkeltje gaan beginnen. In een schuurtje of een kamertje, want dat kon. In Nederland waren er van dit soort winkeltjes, van deze grote, 70.000. Uit de tijd van de jaren 30, een crisispakket. En dat was uitgegeven door de HK. Dat is de Handelskamer uit Rotterdam. En dat is tegenwoordig de coöperatie die veel reclame maakt. Nou, als je dan lid daar was en in de tijd van de kerst, dan wilde je graag wat hebben. Dan kreeg je dat bij een speciale prijs. En hier zit dus in wat je nodig had. Kijkt u, ziet u thee, koffie, nou, zeep en ja, boter en enzovoort. Dat is een pakket, heel erg leuk. Daar kun je echt dus mee de crisis door. Inderdaad, ja. De kerstdagen dan, hè. Wat voor producten hebt u allemaal zo al in uw winkel? Want het is echt heel veel. Nou ja, in eerste plaats wat je vroeger had, dat zijn de losse producten, zoals bonen, rijst enzovoort, werd dus los en dat werd verpakt in een papieren zak. Maar er is een tijd geweest dat de papieren zakken er niet waren. En dan blijft de vraag over, hoe moest men dat meenemen? Om u een voorbeeld te geven, als je als vrouw zijn een schort droeg en je had een dag dat je dus bruine bonen wou eten, was dat helemaal geen probleem. Want die winkelier die pakte gewoon een schep met bruine bonen en je gooide het zo 2 scheppen in de schort en dan kon ze meenemen. En hij zei, dat is die prijs, hupsakee, en zo ging dat. Dit werk uit 2015 bestaat uit 2 delen die het in 2015 voltooide nieuwe stadhuis van Almelo complementeren. Kunstenaar Mark Ruigrok.